En de weg naar Rikanaumoffel wordt gerehabiliteerd. Yes, we can do the job, zei districtscommissaris Kenya Pansa bij de start van de werkzaamheden. De DC zegt dat een goede infrastructuur noodzakelijk is voor de ontwikkeling van het gebied. Tijdens een veldbezoek hadden bewoners van het gebied de aandacht van de president gevraagd voor de aanpak van die weg die in deplorabele staat verkeerde. Het ligt in de planning om die werkzaamheden binnen 6 tot 8 weken af te ronden. Dit project behelst naast het rehabiliteren van de weg, ontwateringswerkzaamheden en het aanleggen van bermen. Het gaat om een wegstrekking met een lengte van ruim 10 kilometer.